En de centrale markt ondergaat een algehele schoonmaakbeurt. Dit is in de afgelopen 3 jaar niet gebeurd. Deze actie is volgens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling een deel van een heel groot plan om de markt aantrekkelijker te maken. U moet in aanmerking nemen dat onze markt, waarop we echt trots kunnen zijn, de enige grote overdekte markt van het Caribisch gebied is. Dus de potentie wat betreft toerisme moeten we ook zien uit te buiten. Maar natuurlijk kan je dat alleen doen in een goede, veilige, schone en aantrekkelijke omgeving. En dat is het. Dus we hebben een traject uitgezet van een jaar, anderhalf jaar. Dat de mensen, zeker het publiek, zal merken dat de markt niet meer is wat het was in positieve zin. En dat we de randvoorwaarden zullen scheppen. We denken aan parkeerruimte, modernere verlichting, goede ventilatie. Een aantal zaken zullen gebeuren waardoor de markt weer zal trekken. Met één doel natuurlijk, dat we meer klanten hier krijgen. En dat de markt weer gaat boeren, wat weer inkomsten zal genereren voor de markt op zichzelf. En natuurlijk dat je de economische spin-off zal krijgen, die zal doorwerken naar de totale samenleving. Volgens John Lekton, marktmeester van de centrale markt, moet de markt als het ware een moderne supermarkt worden. Lekton heeft grote plannen met de markt, zoals het opzetten van units voor nutsbedrijven, ATM-machines en een parkeerhaven. Hier kan je alles vers betrekken. Het probleem is parkeerruimte. Maples Weather DC zijn harddoende om parkeergelegenheid te creëren. En zo willen de markt weer hebben dat het een plaats wordt om goed te toeven en lekker te wandelen. Ik ga ook een plaatsje voorin maken voor seniorenburgers. Want de markt is altijd een trefpunt geweest voor seniorenburgers. Waar ze rustig kunnen zitten, beveiligd met Amsterdammers, waarin duurbare ze kunnen zetten. En ze weer ophalen, dan kunnen ze hun vrienden van de tweede klasse, voet een kakasmonitorie, voet een gramtje in Kersona naar Holland. Dus het moet, want die mensen hebben ook geen ontspanning meer, zoveel ontspanning meer. Toch, waar de jong wat ik alles aan abrafossi, dat is op de buitensport. Maar nu hebben ze geen ontspanning, dus dat willen we werken, dat ze hier een treffit worden voor die mensen. Daarom alle die olie vloer nu tap tap worden, dus waarom kom vader onjajimi. Toch, dus dat zijn allemaal plannen dat ik kom begin wakabaka. John Lekton, de schoonmaakbeurt geschiet in samenwerking met het Openbaar Groen, SWM, de brandweer en gedetineerden. In verband met de schoonmaakbeurt is de centrale markt gesloten tot en met dinsdag 11 juli.